Ja, het gebeurt iedereen wel eens. Je gaat competitie spelen. Je stapt de deur uit 's ochtends. Oh, en je voelt het al. Het waait. Oeh, dat wordt lastig tennissen. En hier heb ik wat tips voor. De eerste tip is beter bewegen. Heel actief zijn op je benen, omdat door de wind zal die bal misschien net niet op die plek komen waar jij hem anders had verwacht. Dus om te kunnen corrigeren met je voetenstand en hoe je staat, moet je goed bewegen. Het tweede is rekening houden met de wind. Vaak staat die aan één kant harder en aan de ene kant heb je dan wind mee en aan de andere kant heb je wind tegen, in plaats van dat die schuin over de baan heen waait. Als dat het geval is, dan heb je aan één kant tegen de wind in, zul je misschien wat vlakker moeten spelen om de rally korter te houden. Om minder afhankelijk te zijn van de wind. Met de wind mee moet je juist wat ruimer spelen, zodat die bal wat hoger stuit en daardoor met de wind mee ook nog weer dieper verder naar achter gaat. Waardoor je je tegenstander echt ver naar achter duwt. De tactiek dan is om met wind mee niet te gehaast op zoek gaan naar het punt. De tijd voor nemen. Want je hebt al het voordeel van de wind, dus jouw tegenstander gaat wel een keer met een kortere bal komen, als je geduldig genoeg bent. Tegen de wind in, juist wat sneller op zoek gaan naar die aanvallende bal en wat vlakker, omdat je anders de hele tijd onder druk staat. Ook leuk met wind is de dropshot. De dropshot gebruik je uiteraard niet te veel met de wind mee, maar juist tegen de wind in. He, op het moment dat die bal stuitert, wordt hij ook nog een beetje tegengehouden door het gravel, maar zeker ook door de wind, waardoor het nog moeilijker wordt om hem te halen. Natuurlijk moet je hem niet zo kort slaan dat hij het net niet haalt, maar tegen de wind in is dan de betere optie dan met de wind mee. Als de wind iets meer van links naar rechts waait, zorg dan vooral dat je niet te veel de ballen naar buitenkant slaat. Zorg vooral dat je iets meer het midden van de baan aanhoudt, zodat de baanbal niet te veel last heeft van de wind. Genoeg tips en genoeg ideeën om mee aan de slag te gaan op een winderige dag. En vergeet ook niet, je tegenstander vindt het minimaal zo vervelend als jij. Dus ga je niet lopen storen aan de wind, want dat helpt jouw tegenstander alleen maar, omdat dan hij ziet dat jij het vervelend vindt. Laat je dat niet merken, sta jij al 1-0 voor. Veel plezier.